Dag beste kijkers, welkom bij de tweede aflevering van Sassendonck TV aan de keukentafel. In deze serie gaat we op bezoek bij de oogeden thuis. Ik ben er benieuwd waar Ans en Bartse deze keer aanschoven. Ja, Wieger, en daar staan we dan weer. Café de Gezelligheid. En we hebben eventjes een interview met prinses Maud. U mogen nog weer zeggen Hilde, want het carnavalseizoen is afgelopen. En dan gaan we weer eens even doen in het café. En dan eens kijken of ze er is. En dan hopen of dat Jos het werk goed gedaan heeft. Maar ik ben natuurlijk niet alleen, hè. Want wie heb ik weer met hem? Vriendje Batsen. Daar rijden we weer. Ja, wie gaat Hans? Daar ben je weer. U bent er weer. En samen willen we het weer doen. Dat bedoel ik. Maar het is ook wat me doen, hè. Wat dan? Spreek je of in de gezelligheid. Altijd wil hij met ons metrijden. Maar dan zit hij in de stad. Dan weet hij dat we de auto niet dichterbij kunnen parkeren. Nee. Gooi met de fiets. Klopt. Ja. Laat hij ons sleppen met al dat materiaal hier. Ja. Ja. Gert loopt nog grond. Nee, ik heb bewust gekeken of Gert erbij liep. Gert had één tasje. Ja, nou, dat was nog de eerste. En de bedoeling is dat hij dan ook eens wat meer doet. Ik was bepakt en bezakt, man. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar in ieder geval, je moet eens even kijken. Even zien schuurtjes aan. Zeker. Zie je de schuurgies? Och, ja, maar we mochten het niet meer hebben over de jessen, dus we hebben het over de schuurgies van Gert. Hey. Zal Hilde er wat van vinden, van die schuurgies? Dat weet ik niet. Ik hoop dat Hilde binnen stiet. Zullen we naar binnen toch gaan? Zal de adjudant er ook in? Nou, hierin, dat weet ik niet, want die werkt met motoren en die hebben koolbaans. Och, op donderdag? Ja, op donderdag is koolbaans. Oh, bij TT is dat, hè? Mocht ik een reclame maken, hè? TT motoren. Nee, maar... ja, dan knip je eruit. Gert, ga je ook mee kijken of Hilde er is? Nou, kom maar. Dit. Oh, eerst even... En dat mag. Oh, en dat mag. Nou... Goedenavond. Daar is ze dan. Goedenavond. Kijk eens wie er is. Is dit klaar? Of dat ze het weet. Goedenavond, heren. Dag. Dan kwamen ze even spontaan langs. Dat was ze dan echt weer. Nou, u mag je meenemen. Ja? We gaan eens even een klein interviewtje doen met je. Een ruimte beschikbaar voor ons. Dat we dat eens heel gezellig kunnen doen. Zeker. Gaan we naar boven? Ja? Nou, dan gaan we naar boven. Gaat Gert ook mee? Wel, Hilde. We mogen Hilde zeggen, want we zijn buiten het seizoen, dus we hoeven niet meer prinses Maud te roepen. Klopt. He, dus dat is altijd... En dan zitten we hier boven het Café de Gezelligheid, de jullie voormalige woonkamer. Ja, dat was de keuken. Ja, dat is was nu de bar. Ja, dat is nu de bar. En daar stond mijn tv, dus eigenlijk is dit ook wel een heel goed plekje waar ze zitten. Ik zit gewoon eigen tv te kijken. Dus je zit nu gewoon te praten. Ja. Nou, ja. Hartstikke mooi. Ja, we zijn natuurlijk gekomen om even te praten over het afgelopen seizoen. Ja. Hoe kwamen ze zo bij jou om jou te vragen? Ja, Gunst, helemaal weet ik dat natuurlijk niet, maar ik heb wel een vermoeden. Ze hebben mij een aantal jaar eerder ook al gevraagd en toen heb ik eigenlijk gezegd nee, dat doe ik niet. Toen vond ik de kinderen nog te jong. Ik zeg, ik wil het wel een keer doen, maar dan moeten de kinderen wat ouder zijn. En, zodat die het ook wat meer meemaken en dat geeft mij wat meer rust, weet je, dat die wat zelfstandiger zijn. En, maar toch kwam het nog wel een beetje als een verrassing. Henk die belde en die zei, wil je even wat vragen? En wil jij hoogheid worden dit jaar van de Gleuvenschroef? Ik zeg, oeh. En nou ja, weet je, dit jaar is de 11e jaar carnaval bij ons in het café. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal twee vliegen in één klap. Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Ja. En dan ook nog Maud. Ja, zeker. Nou, daar hebben we nog wel even over nagedacht. Maar nadat ik ook Marco en Wilbert had gevraagd om mijn adjudant te worden, hebben we wel gezegd, nou ja, weet je, het bier is toch wel iets wat ons samenbrengt. Het motorrijden en de carnaval natuurlijk ook. Maar ik zeg, nou, het thema wordt toch wel een beetje bier en de gezelligheid. Dus Hop en Gest waren snel bedacht en toen was het Prinses Hilde dan maar. Want ja, Maud is natuurlijk normaal AUD, maar toen kwam Wilbert inderdaad met het idee, ja, je kan toch gewoon Prinses Maud heten en dan maken we er gewoon OUT van. Ja, ja, zo is het geworden. En waarom specifiek die twee? Nou, Wilbert en ik hebben wel een beetje een haat-liefde verhouding qua carnaval, zeg maar. Hij zit altijd een beetje te mopperen op de carnaval. Hij heeft natuurlijk blaaskapellen, heeft een beetje de achtergrond met zijn
trompet en die heeft altijd gezegd, oh dat zou ik nooit doen. En ik zeg, nou ik ook niet, dat zou ik nooit doen. Ik zeg, nou weet je, dan kunnen we elkaar wel beloven dat als ik ooit gevraagd word, word jij mijn adjudant en andersom. Oh, dat was goed, dus die afspraak was heel makkelijk gemaakt. Ja, ja, het was al een oude afspraak. Dus ja, het was al een oude afspraak, al misschien wel van 8 jaar daarvoor. En nou ja, dus ik heb als eerste Marco gevraagd, Wilbert, en toen zei ik tegen Wilbert, nou ik zeg, wie zullen we erbij doen? Ik zeg, er moet iemand zijn waar we samen eigenlijk, nou ja, leuk contact mee hebben, die je ook de carnaval een warm hart toedraagt. Het hadden we Marco bedacht, maar ja goed, die is zelf al een keer hooguit geweest bij de Wezenlozen, dus daar moest natuurlijk ook even wel op polshoofd worden genomen bij die vereniging. Of dat kon en mocht en nou, geen probleem. En zo is het trio ontstaan. Ja. En dan krijg je de voorbereiding. Natuurlijk heel veel schrik. Ja. Met die voorbereiding. Ja. Is de... Ah, wat de mensen denk ik ook even om weten. Wanneer heeft het allemaal plaatsgevonden? Ik denk dat ze mij gevraagd hebben in mei. En dat ik zo'n beetje eind mei ook Wilbert en Marco inderdaad heb gevraagd om het te doen. Dus voor de zomer al? Ja, ja, voor de zomer al. Ja, klopt. Dus ruime voorbereidingstijd. Ja, zeker. Nou, ik moet wel zeggen, we hebben in de zomer niet zo heel veel gedaan. We hadden een beetje wel gelijk een groepsappje gemaakt natuurlijk, dus wat lol heen en weer. Maar eigenlijk zijn we na de zomervakantie echt bij elkaar gaan zitten. En meestal bij Wilbert thuis. Nou, hij komt net in. Ik moet zeggen, hij toont de tuffel uit. Eerdere reflectie komt er al. Nou. Hé! Hey, nou, we hebben een wc, Wilbert. Jij mag naast... Hallo. Ik kan handen, ja, fietsen met gefietst. Heel zo'n kolde huffing, ja. Ik ging met je. We hebben net even gehoord, uit Noord geboren was jij de adjudant... Ik heb gehoord dat jullie elkaar de afspraak hadden gemaakt van... Aziedwild wil je mijn adjudant en Aziedwild wil je mijn adjudant. Ja, ja. Ja, dat klopt. Dat was dus wat teleurstelling dat ik het niet werd. Ik zei nee. Ja. Toen ik hoorde dat Hilbert was, nou ik wist niet, ik hoorde het niet, ik bedacht het maar eigenlijk. Ja. Ja. En toen heb ik gezegd, ja ik doe het. Ja, want als het goed is, dan weet hij niks. Want het is, volgens mij was het altijd zo, de derde week of zo na het einde van de carnaval, dan moet de commissie één keer bij elkaar zijn gekomen, was toen in de midden van de geloofsgroepers en dan wordt er een stemronde gedaan en nou ja, en dan... Wordt door de commissie wat dan een adjudant gevraagd? Ja. Oud Vos inderdaad. Ja, Oud Vos. Henk heeft inderdaad Wilbert gebeld of hij het wilde doen. Ja, ja, maar toen was het al niet, natuurlijk niet moeilijk, want hij had die afspraak. Ja, ja. Ja, maar goed, dat bedacht ik me toen even niet. Hè. Dat, kwam, dat kwartje viel pas later. Zo lang geleden was die afspraak. Ja, ja, echt, ik zei net een jaar of 8 geleden, misschien wel 7, 8. Ja, dat is een paar jaar geleden. Ja. En Henk vroeg mij, en ik zei, nou, laat maar niet doen, lange dagen, hard werken, weet je, je kent dat, hè? Laat maar niet doen. Ja, 2 dagen later bedacht ik van, oh, nou, het kon heel wel eens zijn. Ja. Wordt natuurlijk wat ouder, dus denken gaat wat langzamer. Ja. En toen heb ik heel een appje gezien en zei jij, en toen vraagde ik, zei ja, ik. En ik zei, oké. Dan doe ik het. Dan doe ik het. Ja. Het verlossende ja-woord kwam pas later. Ja. En hoe stond Jos erin in dat hele, die vond het natuurlijk geweldig. Ja, ja, die vond het hartstikke leuk. Ja, ja zeker. Toen ik hem vertelde dat ik gevraagd had, was toen, we lagen in bed. Hij zei, oh, ik moet trouwens ook nog wat vertellen. Ik zeg, Henk Dijkslag heeft ook nog gebeld. Oh, wat dan? Ik zei, nou, of ik prinses wil worden. Wat? Zegt hij. Ja, jij? Ja, ik? Ja. Oh, en ga je het doen? Ik zeg, nou, ik denk het wel. Wat vind jij? Nou, zegt hij, is wel leuk. Net wat ik zeg, 11 jaar carnaval hier in de gezelligheid. Ja. Hij zei, nou, het is een perfect jaar, mooi jubileum. Ja, die vond ik leuk, zeker. Ja. Ja. En de uitjes overal naartoe? Phew, afzien. Ja, ik geloof dat jullie zouden overal zijn geweest, dat vind ik. Ja, wij konden alleen niet naar de pepperbussies. Daar kon ik niet heen. Daar ben jij uiteindelijk wel geweest met Jos dus. Toen heeft Jos een beetje mijn plaats vervangen, maar ik had die avond al wat anders. Voor de rest zijn wij overal geweest, ja. En overal maar dingetjes verzinnen, van wat zou ik hier eens gaan zeggen? Ja, mooi kieken. Ja, vooral het laatste. Ja. Had ik ook meer moeite mee hoor. Ja, hè? Soms was je het ook af te zien. Ja, hè? Ja, moeite meer. Ja, vond ik wel. Ja. Snap ik. Snap. Vooral die dingen die jij dan moest doen. Ik moest niks. Nee, maar je deed het wel. Ja. Nee, Wilbert heeft me heel goed geholpen. Hij heeft elke keer mijn tasje vastgehouden. En, Ja, ik zag zo. Ik heb ook eens gevraagd. Is dat je Wijan tasje of... Nee, maar mijn eigen tasje nam ik daar niet mee. Want ik wist dat ik die verlaan moest slaan. Ja. Hè? Ja. Ja.
Nee, maar ja, en zoals die avonden, hoe beleef je dat dan? Hoe ga je erheen? Is het van, nou, we moeten weer of... Nou, het is best gek, hè. Ik had dat soort avonden nog nooit eerder meegemaakt, want ik zat helemaal niet zo in het verenigingsleven. Ik bedoel, ik zie wel carnaval, maar echt alleen de week van carnaval, of eigenlijk die 5 dagen, hier in Sassendonk en hier in het café. Dus dit verenigingsleven was wel echt helemaal nieuw, hè. Ja. Althans wel voor mij. Ja, voor mij ook. Ja. Ik heb natuurlijk 40 jaar aan de andere kant gestaan, ik heb 40 jaar muziek gemaakt. Dus het was van protocol en we konden geen LA spelen, want die noten kennen we dan niet. En dan nu voor het eerst gewoon echt met het protocol meedoen, ja, daar zag ik in het begin wel wat tegenop, maar enorm leuk gehad. Ja. Ook die avonden, nou ja, je hebt altijd een verplicht dingetje. Ja, beide wat minder, Hilde wat meer. En daarna was het altijd wel feest. Altijd ja. Leuk, altijd gezellig. Ja. Een hele leuke vereniging ook in Zwolle, dus dat maakt het natuurlijk ook erg leuk. En nou, ja, het moet natuurlijk ook allemaal klikken met iedereen, hè? Ja, wat een leuk groepje. Ja. Ja, zeker. Maar ga je nog een vervolg krijgen? Veel prinsessen. Bij de vereniging blijven? Ja. Wij zijn allemaal, ik was natuurlijk al lid. Omdat de kinderen, we waren al dansmarieken en hun waren natuurlijk hier met de vereniging. Maar ja, de algemene ledenvergadering is dinsdag, dus zeker. Daar zijn we van de partij. Ja. Dus maar goed, dat krijg je natuurlijk straks van. Je kunt wel zeggen van ik blijf lid, maar als je opgenomen wordt in het vorstendom. Ja, nee, dat ja, is goed, daar zou wel vergaderd moeten worden, maar... Zo'n zware vergadering. Ja, ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Maar we stellen ons wel beschikbaar. Oké. Okay. Ja. Als het verstandig is, nodigen ze de mensen hieruit, hè. Ja. Dus aan het einde van de avond gaat het wel soepelen. Maar dan is er dus ook de bedoeling dat jij in het pak gaat, straks. Ja, zo ver zit ik nog niet in het protocol. Oh, je zit nog niet zo ver in het protocol. Oh, dan denk ik wel in de gaten, het protocol nog wel niks meer. Nee. Ja, men zegt toch altijd, het eerste jaar dan ben je adjudant. En dan het jaar daarop, dan krijg je af en toe adjudant besteed. Ik weet niet of ze dat nog hebben bij de geur. Ja, dat doe ik nog. Ja, en dan blijf je dus in pak lopen. Ja, dat stond niet in de voorwaarden. Nee, daar moet ik nog even goed over nadenken. Ik blijf lid. Dat zeg ik. Het is een enorme leuke, warme club. Een hele warme ontvangst. Dus ja. Ik blijf zeker lid. Maar of ik in het pak blijf lopen. Nou, dat is nog een heel eind weg. Hè, want we moeten nog een heel eind. Daar ga ik daarna over nadenken. Ja. Nou ja, je hebt nooit interview. Dus je hebt net de carnaval gehad. Wel een vast mee gehad. Interview. En dan is dat zo weer voor de auto van de auto. Ja, dat klopt. Vind je het maar pak je weer aan. Ja, dan moeten wij nog een eindje doen. Ja, wij moeten sowieso nog mee tot januari natuurlijk. Dus, En toch vond ik dat altijd. Ik ben zelf ook bij de Glumsgroep zitten. Maar dat vond ik altijd het leukste. Ja. Dat je de nieuwe vereniging ook weer ziet komen. En, ja. Dat je dus eigenlijk met twee groepen te maken krijgt. Ja, ik ben heel benieuwd. Dat Raymond Kokkie, die zei dat ook tegen ons. Hij zegt dat is juist leuk. Hij zegt, want je gaat met de oude en met de nieuwe ga je ook weer een nieuw jaar in. Ja. En een optocht, hoe beleven jullie die? Ja, fantastisch. Ik vond het hartstikke leuk. Ik dacht eerst, regen. Maar op 2 uur werd het droog. Ja. Nou, super. Ja, en dan nog langs je... Langs eigen je eigen café, dus dat was natuurlijk even stilstaan. En, ja. Nee, dat is hartstikke leuk joh. En allemaal bekenden langs de kant. En nou ja, goed, je hebt het zelf ook al eens meegemaakt. Dat is gewoon fantastisch om mee te maken. Ja. Ze hadden ons thema natuurlijk geweldig overgenomen. Hè? Ja. Het Elke Pan. Dat hadden ze fantastisch gedaan. Dat is toch het mooiste? Ja, zeker. Dat was gedacht, echt in onze stijl. Ik had eigenlijk gedacht van nou, die zetten hier allemaal van die grote kannen neer met druiven. Maar die staan allemaal op de trap met druiven. Nee. Het was toch echt het Elke Pan. Dat was bij de hoerenwappers die druiven. Hè? Die heb ik aangeboden gekregen. Want wij hadden natuurlijk bieren als thema met Elke Pan. En Babies die drinkt liever een wijntje, dus ik had van haar een grote mand gekregen met witte druiven. En het is de bedoeling dat ik nog een keer een wijntje voor hun ga maken, zeg maar. Ja, ik zag je tenminste ook stampen met die mooie laarsjes. Maar je hebt overal heb jij zo'n bierbroodsetje uitgedeeld. Ja. En komt er al een gevolg van dat jullie samen al over gaan ik heb meerdere al wel gesproken inderdaad, die er wel een beetje mee bezig zijn geweest. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, dat is wel de bedoeling. Maar er komt geen Sassendonkse bierproefmiddag? Nou, niet zo. We hebben wel al iets in de planning, maar we zijn eigenlijk met iets anders bezig nog. Maar dat is allemaal nog een beetje verrassing, een beetje geheim nog.
Maar ja, dat komt wel. We gaan wel met Prinses Dance, gaan we allemaal nog sporten in de ochtend, hè? Oh ja, dat was ook de uitnodiging. Ja. Dus dat was ook nog leuk. Die uitnodiging ligt er intussen, dus we moeten met z'n allen naar Stadshagen toe en dan krijgen we een uurtje les. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik denk dat er misschien wel eens iets voor Sassen om TV om daarbij te Denk ik niet. Om te filmen. Nee. Om te filmen, ja. Nee, ja. Alleen wel helder. Ja, ja, ja. Heb je steeds die camera beslagen van al die drukken? Dat kunnen we op afstand. En jullie hebben cameramannen extra nodig, hè, die dag? Ja. Ja, die hebben we. Je voelt je gewoon. We hebben hier de 23ste zin. Nou, de tweede, die staat daar. En Gerrit is natuurlijk uiteraard de eerste cameraman. Mm-hmm. Maar dan sta je daar en dan is het op een gegeven moment ook van, daar komt de dansfabriek eens dan. Ja. Wat gaat er dan door je heen, die twee meiden van jou daar ziet? Ja, nou, dat vind ik elk jaar vind ik dat echt fantastisch. Maar vorig jaar was inderdaad Kokkie en de reactie van Anouk. Toen Raymond uit de brievenbus kwam, ja, dat was natuurlijk fantastisch. Toen dacht ik van, daar ga ik dit jaar ook aan. Ja, en er staan die meiden daar. En je kan dan net zo door zo'n gleufje heen zien van, ik geloof dat Babette zei, nou Tess en Elke, doen jullie hem dan maar open. Oh ja. En die doen dat deurtje op dat je ziet van, wat is ja, ja, dat is natuurlijk fantastisch als ja. je die reactie ziet. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja, en heel veel, ja, ook gewoon sowieso de reactie van de mensen uit de zaal is ook gewoon heel leuk, heel enthousiast. Felicitaties diezelfde avond. Natuurlijk zijn er altijd mensen die ook zeggen van, oh, we hadden nou wel een beetje gedacht. Ja, al weten ze het niet, ze hebben het toch gedacht. Ja, precies. Nee, dat zei ik ook tegen Wilbert en we zeiden dat tegen elkaar van, niemand weet het. Wij weten het alleen en hun denken het. Ja, ja precies. Dus, en op dat moment weet je het zeker met z'n allen. En dan ga je ervoor. Ja, ja dus dan ga je hier alles bebroeden natuurlijk. Ga je hier naar boven toe. En dan wordt hier alles bebroed van we gaan dit doen en we gaan dat doen. En we hebben bij Wilbert thuis veel al gezeten. Broeden. Ja, maar Mark heeft natuurlijk de kinderen thuis. Ik heb de kinderen thuis. Ik moest wel een beetje geheim blijven. En als je hier zie je ja, ze samen. Dan alweer, precies, dat komt ook niet. Dat zien elke keer je vaste gast. Je denkt, alweer, wat is dat? En ja, nu kon ik thuis elke keer zeggen, ja, ik moet naar Wilbert, want we gaan een motortoertocht voorbereiden. En Marco komt ook. Ja, dat was natuurlijk heel makkelijk. Ja. Dus nooit een vraag gesteld van, moet je alweer naar Wilbert? Ja, die motortoertocht. Ja, die komt hier natuurlijk ook niet zo vaak, Wilbert. Ja, en dan, nee, ik zie nooit. Dan valt het ook weer op. Ja. Oh, Wilbert, hoe heet je weer? Dus dat kan er ook niet. En je praat er natuurlijk niet over, want als je in het café zit en je gaat er wel over praten, dus luister, je weet nooit wie er mee luistert. Ook dat. Dus daar moet je ook voor zitten. Ja. Maar dat kun je wel, hè? Ik kan het heel goed. Ja. Ja. Want aan het eind van de avond verstaan ze me toch niet meer. Ja. Heb je wel die van die fantastische. Nou ja, ik ben wel benieuwd waar het thema wegkomt, dat Elke Pom. Ja, nou. Vertel ik het of vertel jij het? Vertel jij het maar. Ja goed, ons thema was natuurlijk een beetje bedacht bier. Hè? We wilden het graag met bier doen en nou ja, er moest wel een beetje een knipoog naar zijn. En toen zijn we een beetje in de geschiedenis gaan graven, zeg maar. En toen kwamen we uit bij de drooglegging hè? In Amerika, dat er geen bier meer verkocht mocht worden. En dat mensen allemaal illegaal gingen brouwen. En toen zeiden we, nou Elke Poon, weet je, het is een fantastisch thema. Elke Poon was natuurlijk in die tijd ook een beetje de boef. Nou, wij zijn ook alle drie wel een beetje boefjes. Een beetje net even langs het protocol heen. En nou ja, goed. Zo is het thema eigenlijk wel ontstaan. Ja, ja dat heeft goed uitgepakt, denk ik. Ja, zeker. Ja, en wat jij al zei, het was fantastisch dat de wagen tijdens de optocht ook echt ons thema had, ja. Zeg maar. En ook met onze namen. En ja, super. Maar de wagen heb je van tevoren nog niet gezien dan? Nee. Ja, die hebben wij. Donderdag van tevoren. Donderdag. We wisten gaan erheen met een gakballetje en een biertje. De donderdag inderdaad voor de carnaval zijn we voor het eerst daarheen geweest. Dus dat is dan wel. Met de hele vereniging, toen was iedereen mee. Ik bedoel, je hebt natuurlijk commissie wagenbouw, dus er zijn een aantal die eraan bouwen. En dan ga je met z'n allen inderdaad even kijken. En een hele winderige schuur. Maar het was echt hartstikke leuk. Ja. Op in de paardenboer. Ja, zeker. Ja. En daar had Paul Veldman ook lekker zijn frituurpannetje mee. Dus we hebben daar ook gewoon met in dus dat was ook niet voor me. Ja, dat was helemaal goed. Ja, daar staat een frituurpannetje in de koelkast. Ja, dat wordt allemaal geregeld. Ja, dan kun je Paul wel overladen. Ja, dat was perfect. Ja. Als Paul ergens in zit en dan kun je donder van de wand dat frituurtje al staan. Dat frituurtje is er en de hapjes zijn er ook, de snacks. Ja. Alles komt voor elkaar. Dus, ja, en dan is zo'n, ja, zo'n seizoentje loopt ten einde. Ja. Dan is het ook in één keer heel snel voorbij. Ja? Ah, dan val je in de gat. Ik heb Wilbert Weken niet gezien. Ik zie vandaag voor het eerst weer.
Nee hoor, maar het is inderdaad, ja, dan heb je wel in één keer gewoon, ja, niks meer. Klaar. Tijd over. Ja, je hebt gewoon, dan kun je je eigen dingen weer even doen, ja. Hè? Dat ja. Is ook wel belangrijk. Ja, je hebt je dingen weer, tijd voor andere dingen weer inderdaad. Ja, maar... Het is wel heftig, hè? Met name de weekenden ervoor, allemaal wegen. En, dus het is best wel veel geweest. Ja, je bent van vrijdag tot zondag met elkaar op stap eigenlijk. Ja, en de weekenden daarvoor ook. Ja, nee, maar dat bedoel ik ook. Ja, klopt. Dus, ja. Dan, dus als die carnaval afgelopen is, is het ook heel even klaar. Dan krijg je de haringavond nog even, dan heb je denk oh, even een avond niet. Dat is ook wel heel erg lekker. Ja. Ja. Hij had echt een heel strak draaiboek. Keurig. Wilbert ook gedaan? Wilbert wist precies waar, hoe laat we waren, wat het moesten zijn. En ja, dat ideaal. Heel goed atje. Ja. Ik moest ook iedere keer van kom nou, we moeten. We moeten, kom nou, trek je jurk aan. Dat zit wel goed, ja. Ja, dat is prima. Maar zijn jullie met, tijdens de carnaval veel op in pak of ook heel veel in vrije tijd? Nee, we zijn zelfs maar één dag eigenlijk in vrije tijd, de rest alleen maar in pak. Ja, we hebben best wel veel officiële dingen nog gedaan tijdens de carnaval ook. Allemaal leuk, maar ja, ook allemaal ja, want je komt zaterdag vanaf de optocht, de tent. Ja. Nou, dan heb je denk ik je vrije avond. De zaterdagavond? Ja. Nou, dan begint zondag, begint de dienst, de kerk. Klopt. Ontbijt eerst. Het ontbijtje ontbijt. Naar de kerk en dan ja. Smiddags dus heb je de kindercarnaval. Ja. S'avonds stappen met de hoogheid. Ja. Dus dat... Waren wij maandag dan niet? Ik weet nee, eigenlijk niet. Maandag hadden we de karaoke. Oh ja. Die we gewonnen hebben. Die hebben we gewonnen. Ja. Oh, gefeliciteerd met deze. Ja. Was je er niet? Was ik heel goed bij stem. Ja. Wilbert zegt elke keer dat ze mijn microfoon hebben uitgedaan, dat we daarom hebben gewonnen. Je moet wel. Nou, durft hij. Ja, precies. Ja, ik ben er geweest. Je hebt haar microfoon toch niet gehoord? Ja, die is dan uit. Moet het nou heel eerlijk zeggen? Doe maar. Nee, maar goed, dus we zingen volgend jaar weer. Ja. Dus, maar jij is niet uit groep gegaan. Ja, ik doe voor nep weer mee. Ja, ja. Mijn microfoon staat weer uit en ik ga weer fantastisch. Het staat gewoon mooi te zijn. Ja. Ja. Dat is ook belangrijk. Hier is de taak. Totaal plaatje. Dat was ook de winst. Ja. Ja. Het mooie zijn. Dat was ook de winst. Win-win situatie. Met twee lelijke mannen en een mooie ding in het midden en het zingen is goed. Ja. Hey, maar zijn er nog dingen wat je kwijt wilt? Gunst die ik kwijt wil. Wat willen we nog vertellen? Ja, wij dragen eigenlijk de carnaval gewoon een warm hart toe. Vandaar ook de P10. Kate, die slapen hier altijd, hè? Die ja, zijn de meisjes van de P10. Dat is ook altijd een feest, ja, dat is altijd heel gezellig. Ja, ja klopt. Ja, die hadden een mooi liedje voor mij gemaakt. Ik heb toen ook weer een liedje voor hun gemaakt, die heb ik voor hun gezongen samen met de vereniging in de Kate. Op dinsdag, nee, op zondag na de kindercarnaval ben ik daarheen geweest. Toen hebben we daar de boel even op de kop gezet. Maar ja, ik vind het fantastisch ook hoe Sebas het heeft gedaan met veel weer op straat. Hè, en ook hebben we hier dat die dinsdag gedaan. Wie de prinsen treffen natuurlijk. En ja, toen hebben wij de kapel eigenlijk weer een beetje leven in geblazen, zeg maar. We rondje door de stad gelopen met Sebas voorop. Ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Ja. Dus carnaval op straat, wel tof. Ja, ja was een maar er moet nog heel wat gebeuren. We willen de 4 dagen of de 5 dagen behouden met de carnaval. Ja. Ja. Er zal heel veel moeten gebeuren. En de jongeren er weer bij betrekken, hè? Ja, dat klopt. Er zijn er vanuit de HES, dat is mijn andere pet, zeg maar, ook al wel met het carnavalscluster al wel gesprekken over geweest. Dat er moet ook iets inderdaad voor die club gebeuren. Want ja, anders dan ben je ze later kwijt. Ja, ja precies. En vooral zeg maar voor die jongeren tussen de 13 en de 17, hè, ja, want die vallen nu echt gewoon helemaal. Die kunnen eigenlijk nergens heen, komen nergens binnen. En dat is wel een beetje jammer. Ja, je kan wel naar binnen. Maar ja, de beleving is een beetje anders. Ja. Dus daar moet iets voor georganiseerd worden. En, daar zijn we over aan het nadenken. Ja, misschien eens een keer het licht opsteken in andere steden, hoe ze dat doen. Ja, hoe ze het daar doen inderdaad. Er worden wel aparte tenten ook voor gebouwd voor die jongeren inderdaad. Dus, maar goed, toen we even locatie hebben, de gemeente moet meewerken, dat soort dingen. Druk in het gesprek erover. Ja, hou eens op de hoogte. Ja, ja, als ik meer weet dan. Ja, hartstikke leuk. Ja, een appje of een... Ja. Dat mag rustig kort hoor. Ja, Jos bellen we niet meer. Jos bellen we niet meer. Want dan gaat maar zo summier dat. Alle afspraken. Ja. Ja, precies. Hé, hey, maar ik wil jullie bedanken. Ja, graag gedaan, leuk. Ik vond het leuk, gezellig. Mooie verrassing. Ja. Als we het hadden geweten, hadden we Marco ook gebeld. Ja, ja nee, ik zelf. Ja, dat zou Jos doen, hè? Ja, Jos heeft slecht geregeld. Ja, ik ga wel nog wel naar de Jos heen. Ja, of Marco heen. Ja. Alleen zeggen dat we. Ja.
Ja, het is gewoon keihard aan het werk na koopavond. Dus, super. Nou, leuk. Ja. Blij dat je erin gekomen bent. Ja. Fijn dat ik welkom was. Ja. Ik wil nog één ding zeggen. Nou. Ik geniet enorm van jullie filmpjes altijd. Of dat nu met dit filmpje ook zo is, dat weet ik niet. Maar tijdens het carnaval en daarna vind ik enorm leuk wat jullie doen. Ja, dat is natuurlijk ook een filmpje. Ja. Maar jij bent natuurlijk ook als vriendje, hè? Ja, ja. Je heeft wat voetjes in de aarde gehad. Ja. Ik werd net gebeld door Hilde dat ik snel hier naartoe moest komen, als had ik mijn medaille om gedaan. Hè. Ja, die ook nog, ja. Ja. Maar. Ja. Dus ik ga zo door, zou ik zeggen. Ja. Dankjewel. En betrek de jeugd erbij. Ja. Gaan we zeker doen. Ja. Nou, bedankt. En Wiegen. Oh, Wiegen. Die gooi je op in één keer. Ja. Maar Wiegen, we waren even dus gezellig met de gezelligheid. Met Hilde en met Wilbur. Marco die moest werken. We brengen er een mooie eind dan. En tot de volgende keer. Af niet, vriendje Bats. Dan gaan we weer ver. Dat dacht ik, hè? Maar ja, het is geen keukentafel. Hoe moet dat nou? Ja, maar dat zijn onderkeukentafels. Oh, nee, dan is het een hele onderkeukentafel. Je maakt er mee van, hè, Wiegen? Yo! Aju! Nou, jongens. Bedankt maar weer, hè. En tot de volgende keer.